En nu een flauwe bocht naar rechts. Maar echt een flauwe bocht van misschien maar 10 graden of zo. Nee. Wow. En kijk, we zijn ook gerustgesteld, want uit het niets kregen we een telefoontje. We zagen direct dat het nummer was uit Italië, dus wie kan er ons uit Italië bellen? Dat is niemand minder dan het adres. Dan, hoe heet het ook, Joey? Nee, dat is eigenlijk onze... Ja, de hotelbaas. We weten niet of het een chalet of een baas is. Wauw, dat is een baas. Dat is de eindbaas. En je hebt al in veel rapclips gezien of in videofilms James Bond, dat hij hier zit te peren met de Porsche. Ja. Oh, er komen nog. Prachtig. Oh, wauw, karting. Is die gek of zo? Die man is niet barkie. Allee, dat doe je toch niet als iemand achter u is. Oh, daar is een tweede. Die volle voer. Chamonix. Ik denk dat we open is. Oh nee. Daar ze komen hier veel, denk ik. Ik ben blij dat ze niet achter mij zitten, want wij zijn echt de trage schildpadden hier. Die aan het genieten zijn. Wauw, kijk, ze zijn boven daar aan het peren, man. Gekke shit. Wauw, en hier de oude burcht. Wauw. This is Italy. Wauw, I feel it already at my hands, Jimmy. Look. Brentano. I can stop my fingers. I can stop it. Oké, nog 18 minuten, dan zijn we er. Dan zijn we er. Wauw, echt waar. Settles, eindelijk een bed, eindelijk een kamer. En kijk deze sleutel, een boomstronk. Daar heb je bij mij al mee gewonnen. Kijk het plafond, deze fresco. Dingri. Kijk eens naar dit balkon. Het ziet er redelijk cheap vloer uit, maar het heeft echt iets. Het heeft echt een zwembadgevoel. Daar heb je de Matterhorn. Sheesh, bro. Lichtstoelen. En dit is het hotel, dit verdient al zijn strepen, man. Chalet sul lago. Zonder Italiaans te kunnen kan ik dit al vertalen door gewoon even clever te zijn. Chalet op het laak. Op het leek, op het meer. Sint Dingri. Alsof we nog niet genoeg meren hebben gezien vandaag. Kom, we smeren hem, ik heb honger. Mooie kaart. Mooie dame. Mooi leek, mooi meer. Mooi hempie. Maar weinig soeps voor mij. Maar we vinden wel iets. Ik denk dat ik voor de vis zal gaan. Ja, nee, vis. Want er zitten lekkere dingen tussen, maar ze verpesten het altijd met iets ingrediënt. Is dat deer stew? Is dat deer? Met pure varken. Is dat een bier? Deer. Ja. Nee, dat is een ding, dat is een hert. Ja, dat heeft allemaal zo'n wilde nasmaak. Ik hou niet van wild. Nee, waar? Chalet sul lago. Ik denk dat het chalet op het water, op het meer. Morgen heb ik meer voor jullie. Het ziet er echt lekker uit. Kijk, dus mijn vriendin heeft een wijntje genomen. Yes. Thank you so much. We ordered too much. Dat heb ik nog nooit geweten. Dat ze de taart, dat ze de tafel met een behulpstuk zo langer komen maken. Ja. Maar ik heb echt honger. De olie, de sausjes. Ik ga vragen of pikante. Ja, vraag het ernaar. Ik heb hem al zoveel gevraagd. Kijk, ik vroeg een theetje. Ze bracht dit. Ik heb mijn eigen gember gemaakt. Daarna kwam ze brood brengen en brood op basis van kurkuma. Brood dat heb ik nog nooit gehoord. Dan dacht ik dat ze hier niet fytotherapeutisch waren. En kijk, van de typische Italiaanse. Hoe eet dat nu wel, Jewee? Nee, met pasta of met alles. Ja, met de Molino. Ik had dat vooral in mijn soep als ik kind was. We gaan het kurkuma broodje proeven. Het blijft niet aan je vingers zitten. Ik proef de gele wortel, de kurkuma eerlijk gezegd niet. Maar het is wel heel lekker brood en ik geloof dat die erin zit. Wij zijn gewoon een heel hoge dosering gewoon. Lekkere groentemix met olijfolie. Aioli. Dan frieten. Ja, speciaal, dat zijn echt zo van die dipfrieten. Mm-hmm. Voor de dip in de saus. Maar wat blijft de saus? En dan hier
Het noemt eigenlijk beets in het Italiaans. Dus je zou denken rode beets, maar je krijgt groene spinazie. Maar ik wist het, dus het was echt lekker. Dat wil ik bewust. So tell me, Yui, wat schaft de pot bij jou? Pasta met... Mezzaluna. Zoals de pizzeria er rond. Met truffel. Dus... Oh, wauw, dat is echt lekker. Wat is het nu? Dat is echt lekker. Hoe heet het? Pasta met truffel. Fondue. Juist. En saus. Fondue en truffel. Ik heb een forel. Een forel. Uit het meer. Je hebt hier genoeg in de rivieren. Dus het is een echte kreeft hier. Uit de Alpen.